Goedenavond. Ons land stuurt nu toch aanvalswapens naar Oekraïne. België zal het Oekraïnse leger 2000 machinegeweren leveren. Daarnaast stuurt België ook 3800 ton brandstof om de Oekraïnse troepen te bevoorraden. En in het kader van een NAVO-opdracht gaan volgende week 300 Belgische militairen, vooral van deze basis in Marche-en-Famenne, naar Roemenië. Ze zullen er deel uitmaken van een Belgisch-Frans bataljon. Hun taak is het NAVO-grondgebied verdedigen. Heel duidelijke boodschap naar Rusland. Het NAVO-grondgebied, daar raak je niet aan. Het is de eerste maal dat de NAVO moet overgaan naar dit mechanisme van snelle interventiemacht als afschrikkingsmechanisme naar Rusland. Intussen is Rusland er nog niet in geslaagd om de Oekraïnse hoofdstad Kiev in te nemen. In en rond de stad zijn er wel Russische aanvallen, maar voorlopig houden de Oekraïnse militairen redelijk goed stand. Volgens het laatste cijfer van de Oekraïnse overheid zijn sinds het begin van de invasie donderdagochtend bijna 200 Oekraïners gedood, onder wie 3 kinderen. Kiev vannacht. Geweervuur en ontploffingen weer klinken onophoudelijk. Maar de verovering van de stad, zoals gevreesd door de Oekraïnse overheid, kwam er niet. Wel vanochtend opnieuw een spectaculaire raketinslag in een appartementsgebouw in Kiev. Als bij wonder vielen er volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad geen doden bij het incident. Steeds meer organiseert de bevolking zich om de stad te verdedigen, zegt de Vlaming Vlad Poljanski. Iedereen is klaar voor een verzet. Man, vrouw, kinderen, iedereen. Onze vrouwen strijden, onze mannen strijden. Veel van mijn vrienden zijn nu ook aan het strijden. Ik zeg het nog eens, wij verdedigen ons grond, wij worden aangevallen. Wij willen geen oorlog, wij vallen niemand aan, wij doen niks. Wij zitten rustig in ons land. Dus dit is een soort van, hoe moet ik het zeggen, heilige oorlog. Elders in de omgeving van Kiev werd volgens het Oekraïnse leger een Russische aanval afgeslagen. Een militair konvooi zou volledig zijn vernield. In het centrum van de stad zijn wel Russische speciale eenheden actief, zeggen de Oekraïners. Ситуація в місті є по окремі роботи ДРГ, проти яких активно працюють представники національної поліції і не менш ефективно працюють представники територіальної самооборони. Rusland wil de hoofdstad innemen om de regering in Oekraïne omver te werpen. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn bevolking en de wereld getoond dat hij geen plannen heeft om te vluchten. Dat moet blijken uit een filmpje dat hij verspreid heeft via de sociale media. Op de beelden zien we Zelensky buiten op straat in de regeringswijk van Kiev. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я, закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніякої зброї ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є. Те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! Het geweld in Oekraïne brengt een grote vluchtelingenstroom op gang. Heel wat mensen vluchten richting Polen. Gisteren kwamen daar meer dan 50.000 mensen aan. Vaak nemen ze de auto. Er staan tientallen kilometers file voor de grens. Maar veel Oekraïners reizen ook met de trein de grens over. Inge Franke is voor ons in het station Psemichel, net over de grens in Polen. We zien hier vooral vrouwen met kinderen toekomen. Dat is moeilijk, hè, want dus die mannen die blijven ginds. Veel vrouwen vinden dat moeilijk om hun man achter te laten, maar tegelijk zijn ze daar eigenlijk heel erg van overtuigd. En hoor ik hier ook echt wel verhalen van, ja, mijn man is achtergebleven en dat moest ook wel, want hij moet mee het land beschermen. Dat vinden ze echt heel erg belangrijk. Mijn хлопец, на жаль, не сміг, тому що зараз не випускають з України. Хлопці, тому ми у Львові на вокзалі. Попрощалися та він поїхав далі.
In Brussel is opnieuw betoogd tegen de Russische invasie in Oekraïne. Poetin het! Poetin het! Er daagden zo'n 2500 actievoerders op aan het gebouw van de permanente vertegenwoordiging van Rusland bij de Europese Unie. Oekraïners, maar ook Polen en Belgen. Ze willen dat de Europese Unie en de NAVO meer doen om de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk te stoppen. Bij ons verhoogde boete voor gsm achter het stuur. Vanaf donderdag wordt de boete opgetrokken naar €174. Dat is bijna €60 meer dan nu. Ook wie met een tablet of een e-reader achter het stuur zit, zal daar voortaan voor beboet worden. Elk jaar overlijden naar schatting 30 mensen in ons land door smartphonegebruik achter het stuur. 2500 raken daardoor gewond. In Middelkerken is de symbolische eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van het nieuwe casino. Op de Zeedijk komt een opvallend gebouw in de vorm van een boulder, een meerpaal in een duinenlandschap. Zo krijgt Middelkerken een architecturaal herkenningspunt en ook een betere kustbescherming. Tegen eind 2023 moet het nieuwe casino klaar zijn. Het gaat niet alleen over het casino, ook de duurzaamheid. Wij worden altijd bang gemaakt met de duizendjarige storm. Wij zijn de eerste gemeente die de veranderingswerken doet tegen die duizendjarige storm. We hebben dan een volledig groen ontwerp gedaan, een groot stuk terug naar de natuur, een groot stuk de betonnen dijk weggenomen, duinen aangelegd, maar ook een dubbele zeedijk waar het nodig is, waar de grote gebouwen staan. En wij zullen nu, hans de dag, zullen wij nu de zon hebben. Belgisch kampioen Wout van Aert heeft de openingsklassieker van het Belgische wielerseizoen op zijn naam geschreven, de Omloop het Nieuwsblad. Van Aert viel aan op de Bosberg en reed solo over de streep in Ninove. Bij zijn aankomst maakte Van Aert een vredesgebaar. Op de muur van Gerardsbergen heeft de ploeg van Wout van Aert de wedstrijd in handen. Eerste luitenant Thijs Benoot rijdt alleen voorop, maar de nieuwe ploegmaat van de Belgische kampioen geraakt niet uit de greep van het peloton. Op minder dan 15 kilometer van de aankomst lijken nog 20 renners uitzicht te hebben op de zege. Maar aan de voet van de Bosberg demareert Wout van Aert. Victor Kampenaerts is de laatste die het achterwiel van Van Aert ziet. Hij zat aan betrokkenis. Ja. Fotootje nemen. Tijdritje rijden. Na de Bosberg bijten de achtervolgers zich de tanden stuk op een ijzersterke Wout van Aert. Hij wint zijn eerste koers van het seizoen, maar dat verdwijnt in het niets met wat er in de wereld gebeurt. Ik denk dat het vandaag belangrijk is om te benadrukken dat de koers de belangrijkste bijzaak in de wereld is, met een nadruk op bijzaak. Het is een oorlog eigenlijk veel dichterbij dan dat je zou willen. En het is gewoon waanzin dat dat nog kan. En, ik wil voor wat het waard is mijn steun betuigen aan alle betrokken mensen en hopen dat er het verstand snel zegeviert. Veel kans dat u nog nooit van deze stad in het Groothertogdom Luxemburg heeft gehoord. Welkom to Luxemburg. Welkom to Esch-sur-Alzette. Esch-sur-Alzette is nogthans de tweede grootste stad van het Groothertogdom. Vandaag wordt ze culturele hoofdstad van Europa, samen met Novi Sad in Servië en Kaunas in Litouwen. Een jaar vol culturele hoogtepunten wordt het daar. We gaan op verkenning in het journaal van 7 uur. Heel graag tot dan.